Koolpaard, we hadden daar net al een ancien van Zultewagen bij ons met negen seizoenen, maar jij volgt toch wel aardig in zijn spoor. Jouw zevende seizoen valt nu aan bij Zultewagen. Ja, inderdaad. Hè. Uh, ik zit er al een tijdje, maar het is ook een club die uh, ja, in het verleden mij weer de kans gegeven heeft om, om terug profvoetbal te zijn op het hoogste niveau na mijn dubbele Scheenbeenbreuk. Ja, dat is het wederzijdse vertrouwen. En dan, als je je goed voelt, dan blijf je. En, uh, ja. Dan ga je niet weg. Leuk weertje om, om de eerste training aan te vatten, denk ik wel. Ja, inderdaad. Toch weer een supporters, veel supporters die komen opdagen zijn. En ja, lekker weertje, dus ja, perfecte situatie om de trainingen te beginnen. Hoe kijk je er naar uit om dit seizoen in het eigen regenboogstadion Europees voetbal te spelen? Ja, ik denk dat iedereen er al naar uitkeek. Hè. Ik denk dat het niet zo prettig was om op Club Brugge te gaan spelen of op Anderlecht. Uh, het was een grote ambitie van de club, denk ik, maar ook veel van veel spelers en, en, en de trainer, denk ik absoluut, om, om Europees voetbal hier thuis te spelen. En, uh, ja, ik denk door uh, veel werkkrachten gaan we toch Europees voetbal kunnen hier in het Regenboogstadion kunnen spelen. Je ja, haalt het net al aan. Twee meter aan iedere zijde erbij. Het zal veel uitmaken. Het plein wordt een stuk groter. Hè? Ja, misschien eh, in cijfer is dat niet zoveel, maar eh, ik denk eh, op voetbalgebied is dat toch ja, twee meter bijlangs elke kant. En, en, en ja, dat maakt toch wel eh, een verschil uit. Eh, ja. Als je de thuisreputatie wat, wat kent van Zouterwarm, dus het zal een beetje aanpassen zijn in het begin. Maar oké, okay, met de supporters er nu achter eh, Europees voetbal thuis spelen, zal het misschien toch eh, weer een boost geven. Denk je dat zo'n groter veld eerder in ons voordeel is? Uh... Voor naar punten totaal dan? Of, of ja, ons nadel, hoe schat je dat in? Dat was een beetje af te wachten, ik denk uh, ik. zeg het gespeeld thuis. Hè. Je hebt die thuisreputatie, waar we heel sterk in zijn. En dat moet je zeker behouden. En okay, als het wat groter is, het zal wel aanpassen zijn in de passingen en in, in, in de positiespullen, denk ik. Maar oké, okay, dat komt wel uh, heel snel. Na, twee echte boerenjaren. En, en een paar transfers al gebeurd. Hazaarweg, kapitein David de Fouwens sinds gisteren ook naar, naar Club Brugge. Uh, wat verwacht je eigenlijk van het nieuwe seizoen? Ja, verwachten. Ik denk in de Belgische competitie kan je alleen maar zeggen dat je absoluut voor die Play of 1 wilt gaan. Uh, je moet dom zijn als je als, als club in België moet zeggen dat je Play of 2 wilt behalen, Want ja, dan, dan, dan heb je niks van ambitie. Dus je moet, iedere club gaat zeggen Play of 1 en dat is weer onze ambitie ook. Maar ook okay, hier zijn uh, spelers die vertrokken zijn en ja, die zullen wel terug uh, ja, ingevuld worden en daar uh, ja, uh, we hebben we volste vertrouwen in. Net als vorig seizoen trouwens. Ja, uh, op dit ogenblik stond we ook nog nergens. Er was geen Junior Malanda, er was geen Torre Azar, er uh, was geen Sven Kunz, Dus die mannen zijn er ook maar in de laatste weken bijgekomen. Dus, en dan denk ik uh, dat dat uh, ja, weer een beetje dezelfde situatie gaat zijn uh, dit seizoen. Je bent in het huwelijksbootje gestapt, proficiat daarvoor. Uh, heb je een leuke vakantie gehad na een zwaar seizoen? Ja, inderdaad, hè. het was nodig. Uh, we hebben een fantastische trouw gehad en een uh, fantastische huwelijksreis. Uh, het, het heeft deugd gedaan, we hebben veel wedstrijden gespeeld. En uh, ja, het was een uh, fantastisch moment. Toch blij dat je er weer kan aan beginnen? Ja, natuurlijk. Het is altijd prettig om er een keer uit te zijn. Maar ja, je verlangt naar het voetbal. Het is iets wat je graag doet. En ja, je, moet, je wilt weer op dat veld staan. Steve Koolpaard verlangt naar het voetbal. Dat horen we graag. Bedankt, Steve.